In de video van vandaag wil ik twee onderwerpen gaan combineren. Ten eerste is dat, waar let ik op wanneer een bedrijf nieuw is op de beurs? Wanneer we te maken hebben met een beursgang of een IPO. En ten tweede wil ik gaan kijken naar het aandeel Nikola. Dat is de laatste tijd best wel veel te zien op YouTube. Heel veel mensen hebben het misschien ook al gezien op de beurs, juist vanwege de grote stijging. En ik wil dit aandeel gaan bekijken om ten eerste te zien van wat voor bedrijf is Nikola. En is het ook interessant om hierin te investeren? En het korte antwoord op die vraag of het interessant is, dat is nee. Ik denk niet dat Nikola het juiste aandeel is voor jou om in te investeren. En juist in deze video wil ik uit gaan leggen waarom ik tot die conclusie ben gekomen en waar ik op let om die mening eigenlijk te vormen. En natuurlijk heb ik het op dit kanaal vaak over interessante aandelen. Aandelen die misschien wel interessant zijn om in te investeren. Maar met 15.000 volgers inmiddels heb ik denk ik ook wel een beetje de verantwoording om juist niet interessante aandelen te bekijken. Aandelen die volop in het nieuws zijn, die grote winsten laten zien op de korte termijn. Maar waar je misschien een beetje niet gaat letten op de onderliggende waardes. Op wat is het nou echt voor aandeel? En misschien op lange termijn dus ook veel geld kunt verliezen. Aan de andere kant, dat is mijn mening. Dus kijk vooral wat je daarmee doet. Neem je het voor lief, ben je met mij eens, dan is het prima. Ben je het er niet mee eens, is het ook prima. En in deze video zal ik regelmatig een vergelijking maken met Tesla. Dat komt omdat Nikola op zich best wel veel lijkt en dezelfde ideeën heeft als Tesla. En daarom wil ik ook zeggen dat ik 25 aandelen heb van Tesla op dit moment dat ik deze video opneem. En natuurlijk wil ik zo onpartijdig mogelijk blijven in deze video. Maar dan weet je in ieder geval dat ik een positie heb in Tesla. En kun je dat ook meenemen in wat je vindt van mijn mening. Genoeg over wat je in deze video kunt verwachten. Laten we snel beginnen. Leuk dat je kijkt naar weer een nieuwe video van een passiefinkomen.nl. We gaan nu dus kijken naar Nikola en de beursgang, waar we op moeten letten. Maar de vraag die je dan misschien als eerste hebt is, wat is nou eigenlijk Nikola? Nikola is een bedrijf dat zich richt op elektrische voertuigen, waterstofvoertuigen of voertuigen van een combinatie daarvan. Ze hebben bijvoorbeeld vrachtwagens zoals de Nikola 1, 2 en 3, maar ook pick-ups zoals de Nikola Badger. Daarnaast zien we ook waterstofstations. Dat zijn op deze kaart in ieder geval de blauwe stippen zijn de geplande locaties. En ik zie eigenlijk niets anders dan blauwe stippen. Oftewel, op dit moment hebben ze nog geen locaties. Dat zijn allemaal locaties die ze in de toekomst willen gaan bouwen. En een derde belangrijk onderdeel is de powered sports, wat zij noemen. Dat zijn bijvoorbeeld de Nikola NZT, de Reckless en de Wave. Het is dus een bedrijf dat zich volop inzet op de toekomst. En ik denk ook dat niemand zal ontkennen dat de toekomst op korte of redelijk lange termijn in ieder geval gaat om elektrische voertuigen of voertuigen op waterstof. Dus dat zijn wel een sectoren waar zij in geloven, waar ik ook in geloof. En ik denk ook echt wel dat de wereld eigenlijk die kant op gaat. Maar laten we dan even gaan kijken naar het aandeel Nikola met tickersymbool NKLA. Want bij Nikola hadden we eigenlijk te maken met niet een normale beursgang zoals we die kennen. Dat een bedrijf nog geen notering aan de beurs heeft en dan dus wordt geïntroduceerd op de beurs. Nee, Nikola heeft een overname gedaan of een samenvoeging gedaan met een ander bedrijf. Vecto IQ, dat bedrijf had al wel een beursnotering. En door samen te gaan met dit bedrijf nemen ze eigenlijk die beursnotering over, veranderen ze naar Nikola. En zijn ze dus op die manier aan de beurs genoteerd. Vecto IQ was eigenlijk ook niks anders dan een bedrijf wat puur met dit idee is opgericht. Opgericht met een beursnotering in de hoop dat ze op een later moment of iemand anders konden overnemen of overgenomen werden. Juist vanwege die beursnotering. Dus was eigenlijk een bedrijf zonder bedrijfsactiviteiten. En daar is Nikola nu met hun activiteiten en ideeën eigenlijk mee samengevoegd om dus deze beursnotering te krijgen. Gaan we nou kijken naar de koers en het aandeel van Nikola, dan zien we dat dat afgelopen maandag echt omhoog schoot naar $94 op het hoogste punt die dag. Gisteren, of eigenlijk op het moment dat ik deze video opneem, staan we ook weer 12% in de plus. En dat is op $82 en dat is dus minder dan het hoogste punt van gisteren. Maar uiteindelijk sloten we dan die dag ook iets lager. Nou, kijken we nou verder terug, zoomen we dus wat uit. Het begin van het jaar tot en met april eigenlijk hing de koers een beetje rond de $10. En dat was eigenlijk dus de koers van Vecto IQ. De echte overname is pas eind mei, begin juni geweest. Nou, het nieuws van die overname kwam al wel eerder. Toen ging het aandeel eigenlijk al omhoog richting de $30. En dus sinds deze week is eigenlijk die verdubbeling plaats heeft gevonden. Afgelopen maandag ging het zelfs dus van $35 naar $73. En zoals gezegd, op dit moment staat het alweer 12% in de plus richting de $82, $83. Kijk dan even naar de marktwaarde van dit bedrijf. Het bedrijf zou eigenlijk volgens de plannen met een koers komen van $10 per aandeel. Alleen na een tijdje was er al veel vraag naar dit aandeel. Ging het aandeel dus, of de koers van Vecto IQ al richting de $30 tegen de tijd dat eigenlijk
Nicola zou worden. En de planning was dan ook dat het bedrijf op dat moment een waardering zou hebben van ongeveer 3,3 miljard wanneer het op de beurs kwam. Nou, inmiddels is dat dus veel meer geworden omdat de koers omhoog is gegaan. Inmiddels heeft het al een waardering van meer dan 30 miljard. En om dat even af te zetten tegen andere bedrijven. Dit bedrijf is dus inmiddels wat beurswaarde betreft groter dan Ford. Ook groter dan Fiat Chrysler en bijna groter dan GM. En dit zijn allemaal grote namen, bekende autofabrikanten. En natuurlijk zijn er ook wel wat mindere momenten. Zeker op dit moment gaat het niet goed met deze autofabrikanten. Maar je gaat je natuurlijk wel afvragen als je kijkt naar waardering. Wat voor geweldig bedrijf eigenlijk Nikola al wel niet is of zal zijn in de toekomst. Laten we dan ook vooral gaan kijken naar een paar aandachtspunten bij een beursgang. Wanneer een bedrijf naar de beurs gaat. Op welke punten moet je dan letten? Kun je dan letten? Of let ik in ieder geval op? Nou, dat zijn eigenlijk drie punten. Ten eerste is dat natuurlijk de cijfers. Welke cijfers zijn er? En ja, dat zijn echt de harde feiten eigenlijk. Ook kijk je natuurlijk naar het management. Wie zijn die mensen en wat zijn hun plannen? En vervolgens kijk je eigenlijk naar overige zaken. Dat kan zijn bijvoorbeeld nieuws, meningen van anderen, onderzoeken, de sector waarin ze in bewegen. Allemaal zaken, maar laten we vooral beginnen met het eerste natuurlijk. En dat zijn de cijfers. Want wanneer een bedrijf naar de beurs gaat, van tevoren was het dus nog niet openbaar, verhandelbaar eigenlijk. Waren misschien cijfers ook wel niet altijd openbaar. Maar wanneer het dus wel naar de beurs gaat en dus iedereen het aandeel kan kopen, zijn ze ook verplicht om alle informatie eigenlijk beschikbaar te stellen. Ook dus de cijfers, jaarrekeningen, dat soort dingen van de laatste jaren. Zodat eigenlijk investeerders kunnen gaan zien en onderzoeken waarin ze gaan investeren. En op basis daarvan een mening vormen en dus beslissen om het wel of vooral ook niet te kopen. Vaak komt een bedrijf dan met een soort prospectus waar ze eigenlijk hun ideeën, hun plannen, de omzet, de winst, de verwachtingen, ook de risico's laten zien. En ik heb dat eerder gedaan voor de IPO, de beursgang van Fastnet. En als je daar een video over wilt zien, kun je hem hier rechtsboven in de hoek bekijken. Maar laten we dus even gaan kijken naar de cijfers van Nikola. Nou, dan zien we ten eerste de omzet. In 2017 was die 486.000 euro. In 2018 was die 173.000 euro. En afgelopen jaar in 2019 was het 482.000 euro. En kort samengevat kan je eigenlijk zeggen dat de omzet er eigenlijk gewoon niet is. Dat het afgerond misschien wel bijna nul is. Zeker voor een bedrijf met een waardering van meer dan 30 miljard zijn dit soort omzetten van nog niet eens een half miljoen heel erg klein. Kosten zijn er daarentegen wel. En de afgelopen jaren zat het een beetje van 17 tot 88 miljoen dollar aan kosten per jaar. Nou, de winst, of eigenlijk het verlies. In 2017 een verlies van 17,2 miljoen. In 2018 een verlies van 70,5 miljoen. En vorig jaar een verlies van 88 miljoen. Daar staat tegenover dat ze eind vorig jaar wel 250 miljoen euro cash hadden op de bank eigenlijk staan. En inmiddels is dat al gegroeid naar ongeveer een miljard sinds deze beursgang en alles eromheen. En op die manier kunnen ze dus eigenlijk ook met het verlies van vorig jaar van 88 miljoen nog zeker 10 jaar vooruit in de huidige situatie. En juist in die huidige situatie is niet het bedrijf wat ze willen zijn, welke ideeën ze hebben die ze willen uit gaan voeren de komende jaren. Want in de huidige situatie zijn er eigenlijk alleen nog maar ideeën en er geen productie. En natuurlijk willen ze producten gaan maken, auto's, voertuigen gaan maken, gaan produceren. En laten we ook gaan kijken naar de pre-orders die er inmiddels zijn. Want gelukkig is er wel genoeg interesse in de producten. Er is inmiddels al meer dan 14 miljard dollar aan pre-orders geplaatst. Zo heeft bijvoorbeeld AB InBev, de grote brouwer, een order geplaatst tot 800 trucks. Die zou dan goed zijn voor 800 miljoen dollar. Maar ja, wat rekent Nikola nou precies tot deze order? Want zelf zeggen ze 800 trucks. Je leest ook op andere momenten dat het uit kan breiden tot 800 trucks. Dat is dan nogal een groot verschil. En wordt eigenlijk alleen de truck gerekend of alles rondom de lease. Want als we gaan kijken in een presentatie die ze hebben, gaan ze vooral uit van truck lease. En dan zie je dat het omzet daar $665.000 is. Nou, hier gaan dan nog kosten van de productie, van het waterstof, van het onderhoud van af. En uiteindelijk zal Nikola dan gaan ze uit van een winst van $173.000 winst op een truck tijdens de lease of in ieder geval de levensduur van deze truck. Dus ja, hoe berekenen ze dat met bijvoorbeeld die order van AB InBev? En dit is dan een pre-order van een groot bedrijf. Maar eigenlijk iedereen, ook jij en ik, kunnen een pre-order plaatsen. In de video van Hyperchange die hierover gaat, daar plaatst Matt eigenlijk tijdens zijn onderzoek van tevoren al een pre-order voor 20 voertuigen. En Matt heeft helemaal geen intentie om deze voertuigen te kopen. Misschien wel eentje, maar zeker geen 20. Want er zitten ook vrachtwagens tussen. 5 van het ene model, 5 van het andere model. Pickups, 5 ervan. Hij zal echt niet 5 pickups gaan kopen. Hij heeft waarschijnlijk niet eens het geld voor. Maar dat heb je ook niet nodig om een pre-order te plaatsen. Want het is gewoon eigenlijk gratis om een pre-order te plaatsen. En Tesla kreeg dan ooit nog het commentaar
dat wanneer je nou een Cybertruck bestelt, of een pre-ordert eigenlijk, dat je maar €100 of dollar moet aanbetalen. Bij een Model 3 was dat $1000 of euro. En bij een Tesla Semi-truck is dat eerst 5000 en uiteindelijk moet je tot €20.000 aanbetalen. Maar ja, dat zijn op zich niet de grote bedragen, maar vergeleken met Nikola in dit geval is het überhaupt geld. Dus dan gaan mensen in ieder geval wel iets serieuzer over nadenken en niet zoals met dus zomaar 20 dingen pre-orderen. En dus kun je jezelf afvragen van wat zijn deze pre-orders nou eigenlijk waard? Als iedereen, jij en ik, weet ik hoeveel pre-orders kunnen plaatsen zonder een aanbetaling te doen, zijn we ook echt van plan die op lange termijn te kopen en worden deze pre-orders ook echt al bij de omzet of de verwachting gerekend? Nou, daar lijkt het wel op. Aangezien ze met zo'n groot bedrag aan pre-orders komen, lijkt het me dat iedereen die maar een pre-order heeft geplaatst ook mee wordt gerekend in het bedrag. En dat niet van tevoren is eigenlijk geverifieerd of iemand het ook echt gaat kopen. Laten we nog even gaan kijken naar de verwachtingen, want beleggers kijken natuurlijk altijd vooruit. Wat verwachten we in de komende maanden of de komende jaren van een bedrijf? Dat zien we ook duidelijk terugkomen op de beurs op dit moment. Met de economie gaat het heel erg slecht. Maar de economie is eigenlijk van hoe we er nu voor staan of hoe we er de afgelopen maanden hebben gepresteerd. Terwijl beleggers alweer vooruitkijken naar wat verwachten we dat bedrijven de komende tijd gaan doen. Nou, ook Nikola heeft natuurlijk een eigen verwachting en laten we die dan even gaan bekijken. Wat betreft elektrische voertuigen verwachten ze komend jaar 600 stuks te verkopen. Het jaar erop 1200. En dan groeit het elk jaar door naar 3500 en uiteindelijk 7000 stuks. Wat betreft waterstofvoertuigen, daar begint het pas in 2023 met 2000 stuks. Ook in dat jaar gaan ze trouwens 10 waterstations bouwen. En in 2024 verwachten ze 5000 voertuigen te verkopen. De omzet is de komende jaren dus laag, terwijl de kosten wel aanwezig en ook hoger zijn. Kosten gaan naar zo'n 300 tot 400 miljoen euro gemiddeld per jaar. En de komende 3 jaar is het gemiddelde verlies zo'n $200 miljoen per jaar. Ook willen ze nog investeringen gaan doen natuurlijk de komende jaren. Gemiddeld is dat zo'n €300 miljoen voor de komende 4 jaar. En op zich is dat heel erg veel, maar tegelijkertijd is het ook weer heel erg weinig. Want kijk bijvoorbeeld naar Tesla die een Gigafactory bouwt. Daar heb je niet honderden miljoenen, maar enkele miljarden voor nodig om een fabriek en alles eromheen op te bouwen. Dus als je dit soort bedragen ziet, zijn grote bedragen, maar in ja, eigenlijk in vergelijking wat ik zeg met Tesla valt het allemaal wel weer mee. En voordat we verder gaan naar het volgende punt waar ik op let bij een beursgang, wil ik je vragen, vind je het een leuke, interessante video? Geef zeker even een duimpje omhoog. En wil je meer van dit soort video's zien? Klik dan hieronder op abonneren. Ik maak elke week 2 video's en op die manier mis je nooit meer een video. Gaan we nu dus verder naar het volgende punt en dat is het management. Want management is ook zeker een belangrijk punt om op te letten bij een bedrijf dat naar de beurs gaat. We hebben eerst dus gekeken naar de cijfers van het bedrijf. Wat heeft het bedrijf de afgelopen jaren gedaan? Maar wanneer we gaan kijken naar het management, gaan we eigenlijk kijken naar wie bestuurt en stuurt het bedrijf. En wat verwachten zij de komende jaren? En zijn dat de mensen die ook dit plan uit kunnen voeren? Als we gaan kijken naar Nikola, kijken we dus eigenlijk naar de man Trevor Milton. Dat is de bedenker, de oprichter van het bedrijf. En er is eigenlijk opvallend weinig te vinden over deze man. Het enige wat we wel vaak terug zien komen is dat hij miljardair is, maar dat is vooral gebaseerd op de waardering van Nikola. En juist, ja, met die hoge waardering is het niet zo heel moeilijk als jij heel veel aandelen hebt als oprichter zijnde om daardoor miljonair te worden of miljardair zelfs te worden. De laatste weken geeft hij ook behoorlijk wat interviews. Veel daarvan zijn trouwens te vinden op YouTube en ik zal een paar links daarvan onder deze video plaatsen. En in een van deze interviews zegt hij ook, er zijn weinig mensen beter of slimmer dan Elon Musk, maar ik ben daar één van. Ik denk nogal dat het een gewaagde uitspraak is, want misschien hoef jij niet fan te zijn van Tesla of zelfs fan te zijn van Elon Musk. Maar als je gaat kijken naar wat Elon Musk heeft gepresteerd de afgelopen jaren en wat voor iemand hij is, dat hij best wel slim is, echt wel dingen weet te bereiken. Maar bijvoorbeeld PayPal is mee begonnen, naderhand dus Tesla, maar kijk ook bijvoorbeeld naar laatst de lancering van SpaceX. Dat is echt wel iemand die, ja, ik denk wel weinig mensen inderdaad zo goed zijn, beter zijn, slimmer zijn dan Elon Musk. Maar Trevor Milton vindt dus dat hij beter is dan Elon Musk. En dan is het eigenlijk opvallend dat hij juist nu het bedrijf dus eigenlijk naar de beurs gaat, een stapje terug doet. Hij is niet langer CEO, dus hij heeft niet meer de belangrijke functie om het bedrijf te leiden. Dus hij heeft iets 5 jaar geleden opgebouwd, bedacht, uitgebouwd naar wat het nu is. En nu uiteindelijk zo'n grote stap gaat nemen en echt gaat werken aan de toekomst, neemt hij juist een stap terug. Vind ik opvallend. Zeker in combinatie met de uitspraak van, ik heb nu alles klaargezet, de rest kan het nu overnemen en werken aan de toekomst. Voelt een beetje alsof je zijn,
ja, een beetje de schuld wil afschuiven voor als het verkeerd gaat. Dat je kunt zeggen, ja, maar ik heb alles goed gedaan. Ik heb het klaargezet. En het is juist de rest die het niet goed heeft gedaan. En dat is natuurlijk ook heel makkelijk te zeggen. Met deze beursgang hoort je inmiddels tot de top 200 van rijkste mensen ter wereld. Met eigenlijk een bedrijf wat, zoals we eerder al zagen, nog niet eens echt omzet heeft. Daarmee kom ik bij het derde en laatste punt waar ik op let bij een beursgang. En dat zijn eigenlijk de overige zaken. Welke nieuwsdingen zie ik? Bijvoorbeeld in het nieuws, in interviews, op tv, op YouTube, onder meningen, in onze Discord-chat misschien wel. In ieder geval verschillende bronnen waar ik informatie uit haal om vervolgens mee te nemen in de beslissing of ik wel of niet ga investeren in een bedrijf. Een van de dingen die dan opvalt is dat de strategie heel erg verandert bij dit bedrijf. Hij zegt zelf ook, het businessmodel is nog niet bewezen. We zijn nog continu in ontwikkeling. Ook iedere maand gebeurt er wel weer iets waardoor we ons plan eigenlijk gaan veranderen. Waar onze missie, ons businessmodel verandert. Maar dan vraag ik me af, als dit zo vaak verandert, hoe kun je daar als belegger eigenlijk op investeren? Juist vanwege wat ik zei, het management, die moet dit leiden. Die hebben vaak een ervaring, kunde, hebben ook een plan. Maar wat nou als dit plan elke maand wijzigt? Hoe kun je daar nu als belegger dus eigenlijk iets baseren op een plan wat misschien volgende maand alweer totaal anders is? Zo hadden ze bijvoorbeeld eerst de planning om met waterstofvoertuigen te komen en op later moment dan naar batterijen, elektrische voertuigen te gaan. Maar dat is inmiddels omgedraaid. We beginnen nu juist met batterij, elektrische voertuigen. En op een later moment gaan we in één keer voertuigen op waterstof doen. Een andere verandering was dat hij eerst riep dat ze eigenlijk alles in huis wilden doen. Dat ze alle ontwikkeling, alle techniek, noem het allemaal maar op, alles zelf gingen doen. Maar nu juist overal gebruik gaan maken van partners. Dit zou het risico voor Nikola moeten verlagen, verkleinen. Dat is misschien wel interessanter moeten zijn voor investeerders. Zo werken ze bijvoorbeeld samen met Iveco. Die zou dan met hun productiekennis en faciliteiten moeten helpen om de productie eigenlijk op te starten. Dit bedrijf heeft ook geld en uiteindelijk ook kapitaal in de vorm van 150 miljoen engineering en eigenlijk productie geïnvesteerd in dit bedrijf. Maar dit zorgt natuurlijk tegelijkertijd wel dat je ook weer afhankelijk wordt van een bedrijf als Iveco. En zo heeft Nikola dus heel veel partners. Dus je bent van heel veel andere partijen afhankelijk. Dat heb ik ook eerder besproken in een video over autofabrikanten. De meeste autofabrikanten doen dat op deze manier. Die laten onderdelen daar maken en eigenlijk verzamelen ze onderdelen en bouwen dat samen tot een auto. Het zorgt natuurlijk wel voor dat je heel erg afhankelijk bent van meerdere leveranciers. En Tesla is zo'n bedrijf dat wel heel veel zelf in de hand heeft. Dat heeft heel veel patenten zelf in de hand. Dus daardoor kunnen ze ook meer marge maken op een auto. Hebben ook veel meer controle op alle onderdelen die er gemaakt worden en alle producten die er eigenlijk zijn. Dus je zorgt er gewoon voor dat je eigenlijk heel veel zelf in de hand hebt. En daardoor ook vaak juist een hogere marge hebt. Een tweede punt dat me de laatste tijd opviel is dat ze een batterijdoorbraak zouden hebben. En dit zou een doorbraak zijn dat de batterij 500 wattuur per kilogram levert. Nou, ter vergelijking, Tesla heeft op dit moment 250 tot 300 wattuur per kilogram. Tesla zit zeg maar ook in een groep. De Battery 500 groep. En daar zitten heel veel geleerden, heel veel mensen op vlak van batterijen bij elkaar. En zij verwachten dat ze zo rond de 350 wattuur per kilogram kunnen doen. Dat dat een beetje is wat nu mogelijk is, zeker op grote schaal. Maar Nikola, bedrijf zonder productie dus, zegt dat het 500 mogelijk is. Dit zou mogelijk moeten zijn door een deal die ze eigenlijk hebben gemaakt met ontwikkelaars. Dus Nikola heeft eigenlijk een deal gesloten met hun dat Nikola het naar de markt gaat brengen. Dat iedereen gebruik kan gaan maken van deze technologie. Dus ook andere partijen kunnen gebruik gaan maken van deze batterijtechniek. Maar dat wil dus wel zeggen dat Nikola uiteindelijk niet de patenten bezit. Dus niet volop kan profiteren van deze techniek. Ook weer afhankelijk zijn van een andere externe partij. En zover ik het tot nu toe heb begrepen, hebben ze deze pakketten eigenlijk niet eens op grote schaal getest. De batterijcapaciteit hebben ze puur nog op kleine schaal getest. En ik denk juist dat op grote schaal dat dat het belangrijkste is. Dat juist die accupakketten die met veel batterijen samen in een auto gaan, dat daar ook de onderscheidende factor in zit. Dat is juist het punt waar Tesla heel veel ervaring in heeft, waar ze goed in zijn en daar dus ook beter zijn dan de rest. En uiteindelijk iedereen kan batterijen maken, maar het is vaak heel erg belangrijk van hoe zijn al die batterijen met ooit wel duizenden batterijen in een accupakket, hoe reageren die op elkaar, hoe laad je ze optimaal op, hoe zorg je dat alles goed gaat. Want als elke autofabrikant dan zou kunnen, waarom loopt Tesla dan zo voor op de rest? En waarom hebben dus andere autofabrikanten zoals Audi of Volkswagen zoveel moeite eigenlijk met deze accupakketten? En daarmee komen we bij de conclusie van deze video en ik denk dat je wel een beetje een verwachting hebt van wat ik ga zeggen.
Ook een beetje omdat ik natuurlijk in het begin al heb gezegd in de korte samenvatting. Ik denk dat het niet verstandig is om dit aandeel te kopen. En als je het wel doet, dat je dan bewust moet zijn dat er echt enorme risico's aan verbonden zijn. Eigenlijk alles wat we tot nu toe hebben gezien zijn ideeën. Dat is nog niet in productie gegaan. Er zijn misschien een paar modellen geproduceerd, maar puur om het testen. Nog zeker niet op grote schaal. En als we gaan kijken naar een omzet van nog geen 500.000, maar met een beurswaardering van meer dan 30 miljard... denk ik dat dat nogal ver uit de pas loopt. Maar dat is eigenlijk ook natuurlijk de reden dat ik deze video maak. Juist om jullie te wijzen op deze risico's. En omdat ik zag dat het natuurlijk een heel erg populair aandeel was. Iedereen ziet natuurlijk waarschijnlijk nieuwsberichten of misschien wel ergens met de meest populaire aandelen of de meeste stijging van aandelen. Zeker wanneer een aandeel dus verdubbelt in een dag. Dan ga je er misschien naar kijken. Waarom is dat zo? Misschien ga je niet eens te veel onderzoek doen, maar wil je graag meedoen in deze stijging? En ik denk dat dit zo'n gevalletje van FOMO is. Fear of missing out. Iedereen weet wat er met Tesla is gebeurd eigenlijk. Het heeft ook een heel moeilijke start gehad, maar uiteindelijk is het wel succesvol geworden. En heel veel mensen zullen ook de mogelijkheid hebben gemist om in Tesla te investeren. En nu Tesla bijna op all-time high, bijna $1000 per aandeel. Ja, dat geld hebben mensen niet om het te kopen. Dus gaan ze kijken naar wat lijkt dan op Tesla. Nikola doet in ieder geval voor alsof ze de nieuwe Tesla zijn. Zeker wanneer de CEO of de ex-CEO zich gaat vergelijken of eigenlijk beter vindt dan Elon Musk. Ook de ideeën met betreft elektrische auto's of waterstof, dat is echt wel de toekomst. En ik denk dat mensen dan ook hopen dat dit een nieuwe Tesla is. Dat ze nu goedkoop kunnen instappen met misschien 40, 60, 80 of $90 per aandeel. In de hoop dat het over een paar jaar ook $1000 is, net zoals Tesla. En het zou zomaar kunnen zijn dat Nikola inderdaad over een paar jaar heel veel geld waard is. Maar als we nu gaan kijken naar wat we nu weten wat betreft cijfers, dan is het echt een heel groot risico. En denk ik dus dat het of heel erg goed kan gaan met het bedrijf als al hun ideeën uitkomen, of verschrikkelijk mis kan gaan en dat heel veel mensen heel veel geld gaan verliezen, behalve een paar mensen. En één daarvan is de ex-CEO Trevor Milton. En ik heb in deze video dan Nikola als voorbeeld gebruikt, maar dit zou je natuurlijk kunnen toepassen op iedere beursgang, dat je gaat kijken naar cijfers van het bedrijf, zoals omzet, winst, wat zijn de risico's. Wat doet het management? Wat vind ik van het management? Hebben ze ervaring? Welk plan hebben ze? En geloof ik ook in hun plan dat dit goed tot uitvoering komt? En wat zijn overige zaken? Want zoals gezegd, iedereen kijkt ergens anders tegenaan. Iedereen let op iets anders. Jij let misschien op andere dingen op een jaarrekening dan ik let. Ik ben bijvoorbeeld thuis in de automotive industrie. Dat vind ik interessant, terwijl jij misschien in een andere sector vooral op dingen let en dus veel kennis hebt. En ik denk dan ook dat we vaak veel kunnen leren van wat andere mensen vinden of ontdekken. Dus ga ook vooral in de reacties onder deze video. Laat me weten wat jij denkt, wat jij vindt van het aandeel Nikola. En wat jouw verwachtingen zijn voor dit aandeel in de toekomst. En daarmee zijn we dan aan het einde gekomen van deze video. Wil ik je weer bedanken voor het kijken. Vond je het een leuke, interessante video? Geef zeker even een duimpje omhoog. Dan weet ik welke onderwerpen ik vaker moet behandelen. En deze video wordt natuurlijk aangeraden aan meer mensen op YouTube. Wil je zelf nog meer video's zien, maar ben je nog geen lid van het kanaal? Ik maak elke week 2 video's. Die gaan over persoonlijke financiën, investeren en beleggen of passief inkomen. Dus klik hieronder op abonneren. Klik op het belicoontje om nooit meer een video te missen. En dan hoop ik jou graag bij de volgende video weer te zien.